Welkom allemaal bij deze live. Als iemand aanwezig is, ik zie er al 5, kan je even een opmerking geven, dan kan ik het zien. Even kijken hoor. Ja, hey, hoi. Ja, ik heb in 1 keer goed. Oeh, spannend. Hallo. Hi, Phyllis. Hallo, Cora. Leuk dat je erbij bent. Leuk. Betty, hoi. Ben ik goed te verstaan, jongens? Bonsoir, Yvonne. Ja, bonsoir, Melanie. Uit Frankrijk allemaal. Hallo, hallo, Nathalie. Nancy, hoi. Hey, Gepke. Oké, nou super jongens. Leuk, 108 kijkers. Wauw. Oké, nou, ik ben echt benieuwd. Anders ik wel. Oeh, spannend, spannend, spannend. Wat leuk. Ja, goed te verstaan. Prima, super. Dankjewel, dankjewel. Maaike, hallo. Yvonne van der Roer. Chantal. Nou, wat gezellig. Wat een kijkers allemaal. Hey Greta, Astrid, hoi. Je bent duidelijk te verstaan. Oh, daar zijn we, daar zijn we, daar zijn we. Prima te verstaan. Oké dan, nou super, dankjewel allemaal jongens. Nou, ik wacht nog heel even, want er lopen mensen binnen. En even kijken of iedereen er is. Hoi, hallo, hallo Nel. Goedenavond allemaal. En je bent heel duidelijk te verstaan. Fantastisch. Nou, ik ga lekker beginnen. Het is 8:30. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ga deze avond mijn set presenteren aan jullie. Het is de lancering, dus het is, jullie krijgen de eerste inkijk in de kaartenset van de Natuur Inzicht Elementkaarten. Nou, ik ga eerst even een stukje vertellen van hoe alles tot stand gekomen is. En daarna ga ik jullie de kaarten natuurlijk laten zien en ook uitleggen hoe je de kaarten kunt gebruiken, want er zit meer in dan je op het eerste moment kan zien. En dat is wel leuk, ik hou daarvan. Het is ja, een soort van schatkamer in de kaarten, zullen we maar zeggen. Ik begin eerst even met het verhaal hoe het tot stand is gekomen. 160 kijkers, cool! Nou, als jullie allemaal gaan bestellen. Ik heb 2 boeken geschreven voor degene die mij nog niet kennen. Hoi, ik ben Yvonne Vrij of ik ben van Heks en Kruid. En ik heb 2 boeken geschreven in 2017 en 2021, vorig jaar dus. Mijn eerste boek, dat was een boek die ging over inzichten uit de natuur. Dat heette Hoofd in de Wolken en Voeten in de Aarde. En dat zijn allemaal verhalen geweest die ik geschreven heb naar aanleiding van natuurwandelingen die ik maakte. Op het moment dat ik dus een inzicht kreeg, ben ik daar dus elke week een verhaal over gaan schrijven. En ik heb een cursist, hard, nou althans, ze is er nog hoor, maar ze is geen cursist meer, laat ik het zo stellen. En dat is Marjan Bongaard en die is er volgens mij niet bij. Maar goed, ik had haar dus, zij had een eindopdracht ingediend en die eindopdracht, dat was dus voor de e-learning kruidenwijs. De opdracht was alle kruiden met elkaar verbinden en zij had een schilderij gemaakt en dat triggerde mij dus, hè, als we het dan toch over triggers hebben, dat ik dacht van nou, dat is precies de energie die ik zoek in mijn verhalen. Want schilderen, ik kan schrijven, maar schilderen nou of tekenen, ik kan net aan een harkenpoppetje maken, maar kijk dit. Deze had zij toen ingediend als eindopdracht. Nou, en daar staan alle kruiden staan daarin verwerkt die we dus dat jaar behandeld hadden. Dus toen ben ik Marjan gaan vragen van zou jij dus
bij mijn verhaal af en toe een schildering willen maken. Dus ik stuurde haar de verhalen toe, soms met een foto erbij die op dat moment zeg maar voorbij kwam. En dan had zij de energie zeg maar van dat moment en daarop ging zij schilderen. Nou, dus zij begon met schilderen. Haar eerste schilderij heeft ze me toen gestuurd. En toen was ik eigenlijk ook meteen verkocht. En dat was deze. En nou, toen ben ik haar eigenlijk alle verhalen gaan toesturen. En zo heeft zij het, zeg maar het hele jaar rond, dus het waren 52 verhalen, heeft zij het hele jaar rond, heeft zij dus die schilderingen voor elk verhaal gemaakt. Nou, dat was natuurlijk super mooi. Dus ik was daar heel blij mee en ik ben er nog altijd heel blij mee, want de boekenzus, die komen echt tot leven op die manier, maar op de juiste manier. Er zit gewoon de juiste energie in. Als ik zeg maar een meditatie bijvoorbeeld had gedaan en ik had daar een verhaal over geschreven omdat ik daar een bepaald inzicht over kreeg en ik stuurde dat naar haar toe, dan maakte zij dus bijvoorbeeld zo'n afbeelding als dit. Ja, wat helemaal kloppend was. Nou, dus zodoende kreeg ze alle verhalen toegestuurd en ze bleef schilderen en schilderen en schilderen. Zoals je ziet, dat is echt super mooi. Dus mocht je mijn boeken nog niet hebben, zou ik zeggen, nou, ik ga er ook maar eens over nadenken, want die kan je ook nog altijd bestellen. Dus dat was het eerste boek. En die heeft ondertussen al haar derde druk. Ja, derde druk. Nou, mijn tweede boek, die ben ik gaan schrijven naar aanleiding van de jaarcirkel. Ik heb een jaarcirkel georganiseerd en daar had ik op een gegeven moment, dat was klaar met een groep jaarcirkelzusters. En ik vond het zo zonde eigenlijk dat die, ja, alles wat ik had geschreven zomaar op de plank bleef liggen. Toen had ik besloten om daar ook een boek van te maken. Toen ben ik dus zeg maar een soort het cursusmateriaal gaan omschrijven. En dat was dus het boek Jaarcirkel Leven in het Ritme van de Seizoenen. En dat is een soort zelfhulpboek geworden. Ja, dat klinkt heel zwaar misschien. Maar het is een boek die helpt met je inzichten in de natuur zeg maar zelf te gaan ontdekken. Dat is het eigenlijk. Wacht even, ik zie, soms helpt het even, problemen met de video. Nou, ik heb geen problemen. Oké, nou, ik ga gewoon even verder. Als het echt slecht wordt, dan hoor ik het wel van jullie. Maar in ieder geval, nee, verbinding in Frankrijk is prima. Oké, nou, top. Ja, we hebben wel Mercurius retrograde lopen vanaf vrijdag, dus ik vond het ook wel een dingetje om live te gaan, maar ik heb de spirits gevraagd om ons goed gezind te zijn in ieder geval. Dus dit boek heb ik in 2021 is dat uitgekomen. Dat was dus vorig jaar in maart. Zeg ik dat goed? Ja, vorig jaar in maart is dit boek uitgekomen. En daar heb ik dus Mirjam weer gevraagd om allemaal schilderingen te maken. En dat heeft ze dus ook weer zo prachtig. Nou, moet je eens kijken, die Bekana. Ik ben er gewoon verliefd op. Dus nou, heel veel schilderijen heb ze gemaakt. Prachtig mooie. Hier moet je eens kijken over de herfst. Nou ja, degenen die mijn boeken hebben, en dat zijn er waarschijnlijk best wel wat die nu kijken, die weten dat. Hè? Dat het zulke prachtige, ja, mooie verhalen en mooie tekeningen zijn. Maar goed, dus ik was klaar met twee boeken. En ze hebben ook alle twee een prachtig voorkantje van een boom. Deze is de boom waar ik het inzicht van de titel kreeg. En dit is de boom van de vier seizoenen. En toen dacht ik van ja, al die mooie afbeeldingen. Hoe fijn zou het zijn als je bijvoorbeeld de natuur in gaat en je neemt zo'n kaartenset bijvoorbeeld mee. Want het is natuurlijk wel zo dat een boek is heerlijk om in te lezen, maar het is nooit zo handig om mee te nemen onderweg. Maar een kaartenset wel. Nou, dus toen ben ik eigenlijk vorig jaar, heb ik dat besloten. En dat is heel rap gegaan allemaal, want ik ben in november, als ik ga schrijven of ik ga iets nieuws bedenken, dan ga ik altijd lekker een week naar Vlieland, zonder ik me helemaal af. En dan ga ik er helemaal voor. Dus ik ben vorig jaar november ben ik een week, nee zelfs 10 dagen, ben ik op Vlieland, heb ik gebivakkeerd. En daar heb ik de kaarten gemaakt. En dat ging echt verdacht snel hoe die kaarten zeg maar tot stand zijn gekomen. Alleen, ja, ik ben natuurlijk
een beetje, ik wou daar een soort van, toch een soort thema aan zetten, want alleen inzichtkaarten, er moest iets bij komen. En toen bedacht ik me dat het heel mooi zou zijn als je met de elementen gaat werken. Dus de elementen die verbonden zijn met de windrichtingen. Het zijn niet de Chinese elementen, hè, die heb je ook. De hout, vuur en nou, ik weet ze niet eens uit mijn hoofd, dus daar werk ik eigenlijk helemaal niet mee. Ik werk met de 5 elementen van de windrichtingen. En dat zijn eigenlijk de 4 elementen. Dus hè, dat is noorden en dat is dan het element aarde. Oosten, dat is het element lucht. Zuiden is het element vuur. Westen is het element water. En in de spirit, zeg maar, die is eigenlijk de verbinding boven alles. Hè? Dat is een soort, dat is ook dan de cirkel boven alles. Die brengt de bezieling in alle elementen. Zo ervaar ik dat eigenlijk. De spirit van het onzichtbare, het ongrijpbare. Maar waar wel heel mooi, waardoor je echt de magie gaat voelen, zullen we maar zeggen. Dus ik bedacht me van nou, hoe leuk is het en hoe mooi is het als we dus die kaarten met een element koppelen. En op het moment dat ik dus dat bedacht, toen was het me eigenlijk ook meteen duidelijk. Dat ik dacht van ja, maar elk element is ook weer gekoppeld aan een seizoen. Hè, het element lucht, oosten, hoort bij de lente. Het element vuur, zomer, dat hoort bij het zuiden. Het element water, het westen, dat hoort bij de herfst. En het element winter, noorden, dat hoort bij de aarde. Dus, en ik heb de spirits natuurlijk niet vergeten, hè. Maar ik dacht dus, dat is echt heel mooi om te gaan doen. Dus ik heb 55 kaarten ontwikkeld. En elke kaart, die heeft dus die hoort bij een element. Kijk. We beginnen bijvoorbeeld bij de lente. Ja, je begint niet per se bij de lente natuurlijk. Je begint nergens bij. Maar het zijn kaarten. Maar dit is een lentekaart, zeg maar. En dan zie je onderop, zie je dus. Ik weet niet of je dat kan zien. Ik ga hem even dichterbij. Die kant. Hij spiegelbeelden. Ja, zo kan je wel zien. Dan zie je dus het luchtsymbool en het element lucht. Kijk, en dat heeft elke kaart. Kijk, je krijgt dus een lentecirkel. Elke kaart die dus bij het bij de lente hoort, die heeft dus dat symbooltje. Mooi, hè? Ja. Ik laat het even zo snel zien. Ja? Lucht, lucht. Kijk. En die tekeningen, die zijn dus ook, zeg maar, die hebben iets met de lente te maken. En de boodschap of het thema wat daarin staat, of het vraagstuk, dat is ook iets, zeg maar, wat met het element lucht te maken heeft. Dus, hey Barbara, wat leuk. Je kan dus die kaarten, zeg maar, gebruiken voor in de lente. Maar je kan ze altijd gebruiken, want het element lucht is altijd in te zetten, zullen we maar zeggen. Dus dit is voor de lente. Nou, dan hebben we dus datzelfde verhaal voor de zomer. Let op. De zomerkaarten. Element vuur. We zien het vuursymbooltje hier. Zomer. Dus je hebt allemaal ook die jaarcirkels, maar dan zie je dat die jaarcirkel, nou ja, dat zal je misschien nu niet zo snel zien, maar die is een kwartslag gedraaid, dus er staat, nu staat Lita bovenaan, dus dat is het feest van midzomer. En met de lente, wacht, die pak ik er nog eventjes bij, stond dus Ostara bovenaan. Kijk, zie je? En er staat er dus ook een tekst bij, wat het dus inhoudt. Dus ik ga hem even voorlezen, want het is niet te lezen in spiegelschrift. Daar staat dus bij: Lita en Lugnasat zijn de jaarfeesten van de zomer. De overdaad aan groeikracht in de natuur behelst de bron voor het zaad van de levenscirkel. En soms is er een vraag en soms is het een stelling om gewoon eens over na te denken. Dus over te mijmeren, over lekker door je heen te laten flowen, zullen we maar zeggen. Kijk, en dit zijn dan de kaarten die dus bij de zomer horen, waar dus het element vuur aan gekoppeld is. En dit is bijvoorbeeld, het gaat dan over vertrouwen. Even spieken hoor. Dat heeft te maken met angst. Hè? Angst kan heel, heel vurig aanvoelen. Maar dit is dan zo'n kaart die geeft haar aan van de natuur. Heeft alles in huis om je in vertrouwen met haar te verbinden. En als angst op een bepaald punt de overhand krijgt, vertrouw dan op de kracht van de natuur. Kijk.
is zo'n kaart als deze bijvoorbeeld. Nou, en zo zijn de kaarten van de zomer. Ik laat ze eventjes een beetje snel zien. Die is ook zo mooi. De kracht van het nu. Of vierde kracht. Ja, de kracht van het nu. De vos. La 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 la. Ah, de krachtdieren. De maan, die had ik van de week al gedeeld in de heksenkringgroep. Pad van je hart. En dan hebben we dus allemaal dat elementje van de zomer. Dus vuur. Dat staat er ook bij. En het grappige was, want ik had dus symbool met het element daaronder gezet. Het vuur en water, lucht en aarde. En toen dacht ik, nou weet je, misschien moet ik de tekst daaronder maar weghalen. Dus dat had ik in mijn idee dus gedaan. En toen ik de proefdruk kreeg, stond het er dus wel op. Dus dat moet ook zo zijn. En achteraf denk ik, ja, dat is ook veel handiger natuurlijk. Anders moet je al die symbolen gaan opzoeken. Dus gewoon heel, heel fijn eigenlijk dat het gewoon wel goed mis is gegaan, maar dus juist goed is gegaan. Ik hou daarvan. Ik vind dat heerlijk. Dus nou, dat is dus de zomer. En voor de herfst is dat natuurlijk hetzelfde verhaal. Heb je de herfst, die is ook zo mooi. Heb je het element water. En ze hebben dan ook weer de kleur, hè, die bij het element hoort. Heb je de herfstcirkel. Daar staat Samhain. Even kijken, ja. Nee, Meeuwen staat bovenaan, want herfst begint natuurlijk bij Meeuwen. Nou, dan heb je die. En die. Zo. En zo voort. En elke kaart heeft dan weer een vraagstuk of een mijmering waar je over na kan denken. En dan laat ik jullie ook nog even snel de winter zien. Dat is de winter, die is ook zo mooi. Kijk, dan heb je dat wintersymbool. Winter is verbonden met het element aarde. Nou, dan heb je de wintercirkel. Die begint dus bij Jule. Die staat dan ook bovenaan. Dus dan heb je hebt dus deze heb je vier keer nu. Hè? Dus bij mijn boek krijg je hem al. Bij het jaarcirkelboek krijg je de kaart al. Dan heb je hem vier keer in je zet. Dus je kan voor elk jaarfeest kan je die kaart op je altaar zetten. Dat is natuurlijk ook wel heel gaaf. Nou, dan heb je het... Even kijken, dus de kaart voor de winter. Dat gaat dan ook alweer over naar naar Imbolc. Want Imbolc is natuurlijk ook een feest van de winter. Daar gaan we straks naartoe. Dan zal ik je deze even laten zien en ook even voorlezen. Die is ook wel heel mooi. Imbolc, dus dat is kiemkracht. Het kleinste ondergronds zaadje bevat grote kiemkracht. Voel eens diep van binnen. Kun jij hier jouw kiemkracht ontmoeten? En je zal zien, als je bijvoorbeeld deze kaart zou trekken, en er zijn verschillende manieren wat je ermee kan doen met die kaart, dat zal ik je straks uitleggen. Maar als je dan die kaart hebt en je gaat bijvoorbeeld een dag het bos in, en je ziet de kiemkracht al ontstaan in de natuur, want dat is, dat is magisch gewoon. Kiemkracht in de natuur is gewoon magisch. Als je van de natuur houdt, nou... Dat denk ik wel, anders kijken jullie niet. Hoe dat zich ontwikkelt en hoe snel dat gaat. Iedere keer weer met alle seizoenen en hoe soepel zo'n seizoen meegaat. En als je dan het eerste spruitje boven de aarde uitziet ploppen. Nou, daar word je gewoon gelukkig van. Ik kan niet anders zeggen. En zo'n kaart als dit, dan zie je dus een kleine zaadje al ondergrond zitten. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus nou, dat zijn de kaarten van hoe het dus is opgedeeld met de seizoenen. En dank je wel. Prachtig vormgegeven, dank je wel. De vormgeving is in samenwerking gedaan met Vrouwtje. Vrouwtje, dat is de vormgeefster van mijn boeken geweest. Alleen zij was dus, op het moment dat ik hiermee begon, hoogzwanger. Dus dat was wel spannend, zullen we maar zeggen. Dus ik heb ook een groot deel zelf gedaan dit keer. Dus het programma waar ze altijd mee werkt, daar ben ik dus ook mezelf in gaan verdiepen. En op een gegeven moment, dat was echt heel grappig. Ik stuurde haar een appje vorige week, woensdag volgens mij, ja. En ik zeg tegen haar, vrouwtje, ik krijg morgen de proefdruk binnen van de kaarten. Hoe gaat het met jou? Ben je al bevallen? En ik kreeg de volgende dag van haar een appje. Ze
Ze zegt, nou, die vond het ongelooflijk. Ze zegt, 2, 5 minuten voordat jij mij appte, ben ik bevallen van een hele gezonde zoon. Eduard. Dus dat vond ik echt fantastisch. En ik ben ook heel blij. Dus ik heb dit is dus een proefset, hè, want het is... Het zijn wel de kaarten, ook de kwaliteit en zo. Want het zijn hele lekkere kaarten, stevige kaarten. Niet al te glimmend, want ik hou niet zo van glimmend. Dus mijn boeken zijn ook een beetje mat. En dat vind ik heel, heel fijn en heel... dat werkt voor mij heel lekker. Wat zou ik nou zeggen? Nou, ben ik er eventjes uit. Waar had ik het nou over? Nou, komt straks wel weer. Wacht, 2 tellen. Even een slokje thee. Ik ben heel enthousiast, want... Oh, ze zijn mooi. Nou, ik weet het even niet meer. Goed, ik ga gewoon even verder. Dus, heb je zelf een favoriete kaart? Heb ik zelf een favoriete kaart? Ja, die heb ik. Dat is deze. Mooi is die, hè? Het gaat over vertrouwen. Vertrouw erop dat je krijgt wat je nodig hebt. En dan is de vraag in dit geval... Wanneer had jij onvoorwaardelijk vertrouwen op het pad van je leven? Nou, dat is een mooie. Dat vind ik echt een mooie. Dit is een proefdruk en... Oh ja, dankjewel. ja. Dus, oh ja, dit is een proefdruk. Dank jullie wel. Ja. Dus de kaarten, die moeten nog komen, de echte druk. Ik heb vandaag met de drukker gesproken en ik heb de drukker de opdracht gegeven om 500 sets te laten drukken. Sharon, ik ga zo vertellen wat je ermee kan doen. Komt eraan, later. en die zullen ongeveer, wat zal het zijn... Medio februari komen ze binnen. En ja, als je dan besteld hebt, dan ga ik ze natuurlijk meteen opsturen naar je. Dus mocht je willen, dan kan je bestellen. En dat is aan de pre-order. En op het moment zeg maar, dat ze binnenkomen, dan kan ik ze meteen opsturen. Het fijne is trouwens dat het kaarten zijn die precies in een brievenbusdoosje passen. Dus we hebben, de verzendkosten zijn wat lager. Voor Nederland dan. België is altijd wat duur. Dat is wel jammer. Maar goed. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is de post. Daar kan ik echt niks aan veranderen. Terug naar de kaarten. De elementen. Stel dat je op een gegeven moment wat meer wilt weten over het element water. Of over het element vuur. Of over het element aarde. Ik noem maar wat. Dan heb ik nog 5 kaarten gemaakt. En dat zijn de elementkaarten. Tada! Oké, ik pak even lucht, want dat is de lente. Die is de eerste die voorbij komt straks. Kijk. En het mooie is... hier staat dan het symbool in het groot. En daar staat er dus wat het element lucht is. Dus op het moment dat je dus zegt... Ik heb bijvoorbeeld de kaart getrokken van... ik heb bijvoorbeeld deze kaart getrokken en dan zie je hier het element lucht staan. En je wil dus graag dat je het element lucht iets meer kan uitdiepen. Dan kan je deze kaarten erbij pakken. Het zijn ook kaarten op zich, dus je kan ze ook gewoon in de set doen. Maar je kan ze ook apart leggen en zeggen van nou, dit zijn mijn extra kaarten, zeg maar, die ik erbij neem. En dan is het dus lucht, element lucht omringt ons allemaal. We ademen allemaal dezelfde lucht. Lucht staat voor het delen van... kennis, lessen en wijsheden. Lucht leert ons dat vrijheid in onze geest zit, ongeacht de omstandigheden. En er staat er ook bij, lucht hoort bij het oost- en het lenteseizoen. En er zit er ook nog een luchtaffirmatie bij. En dat is dus voor deze is dat, mijn gedachten mogen vrij stromen. Ik voel me veilig om mijn ideeën te delen. Nou, dat is wat ik nu doe eigenlijk. Hè? Ik voel me veilig om mijn ideeën te delen met jullie. En ik voel me ook veilig. Dus dat kan je dus apart nog eventjes, als je dat graag zou willen, kan je die kaarten apart leggen en dan kan je ze nog eventjes extra bestuderen om iets meer, ik heb een raar plukje op mijn hoofd, iets meer over het element lucht te weten. Dan heb ik jullie nog niet verteld over de spirits, want die hebben we ook nog, de spiritkaarten. Dat zijn er,
Even kijken, moet ik even spieken hoor, uit mijn hoofd weet ik het allemaal niet. Want we hebben 11 aardekaarten, 11 luchtkaarten, 11 vuurkaarten, 11 waterkaarten. En dan heb ik 6 spiritkaarten. Kijk, en die spiritkaarten, die zien er zo uit. En daar zit dus het element spirit hieronder, ja, met een symbooltje erbij. Nou, en dat spiritkaarten, dat zijn kaarten, daar staat nog een wat diepere boodschap eigenlijk op. Zoals deze bijvoorbeeld. Nou, weet je, ik ga gewoon even schudden. En dan zeggen jullie stop en dan ga ik die voorlezen. Dus de eerste die stop zegt, die kaart pak ik dan. Nice. Yes, oké, Rita. Oh, dit is ook mijn lievelingskaart. Sorry. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, maar stop. Dit is echt een mooie. Oké. Ik ga hem eerst voorlezen en dan laat ik hem aan jullie zien. Oké. Dit is de poort van magie. Voorbij de poorten van materie ontsluiert zich de bron van magie. Kijk voorbij de materiële wereld en ontdek de oneindige mogelijkheden van de kosmos. Kijk. En dit is de kaart die erbij hoort. Oh. Oh. Huh? Mooi, hè? Dus. Nou, hij is gaaf, hè? Ja. Oké. Stel je denkt, nou, ik wil nog iets meer van het element spirit weten. Tadaa, hebben we nog een spiritkaart. Die hoort er ook bij. Spirit. Spirit is het vijfde element. De onzichtbare bezieling in de zichtbare schepping. Ja, laat je even tot je doordringen. De onzichtbare bezieling in de zichtbare schepping. Spirit staat voor universele liefde en goddelijke bezieling. Spirit leert ons om onvoorwaardelijk te vertrouwen op het plan van het grotere geheel. Spirit is het verbindende element. De spiritaffirmatie. Ik ben verbonden met het al. Ik vertrouw erop dat wat er gebeurt een doel heeft met een hogere intentie. Nou, cool, hè? Oké, dus. We hebben echt 5 kaarten voor de elementen nog extra uitgelegd. Even kijken. En we hebben 11 kaarten per. Even kijken hoor, wat vraagt iemand die 11 kaarten per element. Ik moet nu stoppen, kijk, laat het verder. Nou, het ging mij erom dat ik heel graag op het getal 55 wou uitkomen. En ja, waarom eigenlijk? Dat is voor mij gewoon een magisch getal, 55. Ja, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Dat is een gevoel. Er zit geen wetenschappelijk iets achter. Nee, dat is echt een gevoel. Maar goed, dus we hebben 5. Dit zijn dus de spiritkaarten. Dit zijn de elementkaarten, neem me niet kwalijk. De spiritkaarten. En dan heb je dus van elk seizoen heb je dus nog een set van 11 kaarten. Nou, verder zitten er ook nog 3 uitlegkaarten bij. Dat is ook wel even handig om te weten natuurlijk. Want dan komen we er ook op van wat kan je er nou mee doen inderdaad. Nou, je kan er verschillende dingen mee doen. Ik zal jullie eerst eventjes dit voorlezen, dan krijg je een beetje een idee. De kaarten nodigen je uit om je met de natuur en met jouw gevoel te verbinden. Van nature zijn we allemaal kinderen van moeder aarde. Als je dat kunt invoelen, kan de liefde, bewondering en openheid naar haar toe groeien. Zo zal je zelf ook meegroeien. Door je met de natuur en haar seizoenen te verbinden,
kun je haar magie en energie gaan ervaren. De natuur hoef je niet te bezitten. Je mag gewoon deelnemen aan haar omgeving. En van daaruit zal ze waardevolle lessen met je delen. Deze mooie spiegels laat zij talrijk en oordeelvrij zien aan een ieder die er voor open staat. Ik wil je dan ook vragen om te alle tijden respectvol en dankbaar met moeder natuur om te gaan. De kaarten bevatten een thema, een illustratie en een vraagstuk. Ze zijn verbonden met één van de vijf elementen en de bijbehorende windrichtingen. Inzichtkaart trekken bij een vraag of kwestie. Dus dat is dan, je kan je afstemmen op de kaarten. En, we gaan het eerst nog iets anders, sorry. Dat is, als je voordat je de kaarten in gebruik gaat nemen, kan je ze inwijden met de elementen. Dus de vijf, de vijf elementen. En dat kan je eigenlijk elke keer doen. Dat is heel simpel. Ik ga het gewoon laten zien aan jullie. Ik ga de kaart zetten dus nu, want ik had ze even uit elkaar gelegd om het even te kunnen laten zien. Ik ga ze nu bij elkaar doen. Doosje, daar heb ik ook nog een verhaal over, maar dat komt straks. Want daar zit ook nog een verrassing in het doosje. Dus ik ga ze een beetje door elkaar husselen, want anders zit alles een beetje bij elkaar. Zo, het zijn wel mooie grote kaarten. Ik hou er wel van. Wat fatsy. Zo. Het zijn hele grote kaarten. Nou ja, heel groot. Ik heb een beetje de gemiddelde afmeting genomen. Van inzichtkaarten, wat je normaal gesproken hebt, van Petra Stam bijvoorbeeld of Marjan Huizing. Die hebben ook dat soort kaarten. En ik weet uit ervaring dat het gewoon lekker is om een beetje een grote kaart in je hand te hebben. Nou, zo. Dus, voordat je ze in gebruik gaat nemen, kan je ze dus inwijden met de vijf elementen om ook gewoon even een moment van rust of bezinning te krijgen. En dat kan je doen dus door de symbolen, de elementsymbolen, boven de kaarten te tekenen. Dus wat je dan doet, en dat is wel leuk, want dat staat op het kaartje van de uitleg. Er staan de elementsymbolen dus even bij nog. En dan kan je dus zeggen van oké, ik ga de kaarten voordat ik ze zeg maar ga raadplegen, hè, orakelen wordt dat ook wel genoemd, ga ik ze even inwijden. Dus dan zeg ik, dan kan je zeg maar je hand zeg maar even zo erboven houden. Of dan spreid je hem uit of je schudt net wat jij wil. Dat is niet echt een standaard iets voor. Maar dat is dus om ze in te wijden of om even tot een... Oh, wacht, deze zit verkeerd om. Tot een moment van rust te komen, zullen we maar zeggen. Nou, dan teken je bijvoorbeeld het symbool aarde erboven. En dat staat dus op dat kaartje. Zo. En dan zeg je erbij, bij deze wijd ik de kaarten in met het element aarde, krachten van het noorden. Nou, een beetje zo naar achteren. Oké. Dan noemen we het luchtteken. Bij deze wijd ik de kaarten in met het element lucht, krachten van het oosten. Oké, dan het vuursymbool. Bij deze wijd ik de kaarten in met het element vuur, krachten van het zuiden. Dan het watersymbool. En bij deze wijd ik de kaarten in. Het element water, krachten van het westen. Bij deze vraag ik de spirits om de wijsheden en inzichten door te geven die nodig zijn op dit moment. Nou, en dan kan je ze gaan schudden. Dan ben je ook wat rustiger. En dat kaartje, dat uitlegkaartje, kan je gewoon naast je neerleggen. Heb ik nu ook. Dus dan kan je, als je wil, spieken voor de elementen. En dan ga je schudden. En dan wacht je gewoon tot er eentje uitvalt. Of dat er eentje uitsteekt. Of dat je denkt, ja, dat moet hem worden. Gevoel, op gevoel, op intuïtie. Belangrijk is dat. Natuur werkt ook op gevoel. Kijk, dan pakken we deze. Pad van je hart. Kijk, dat is een mooie. Element vuur. Natura naturans, dat is een uitdrukking in het Latijns en er staat erachter, de natuur doet wat de natuur moet doen. Bewandel jij het pad waar je hart blij van wordt, doe wat je moet doen en wees zuiver en helder. S'il vous plaît.
vervolgens, dat is mooi hè, ja. kan je ook nog een, dat noem ik dan een mijmerdagkaart trekken. En wat is nou een mijmerdagkaart? 55 in april, oeh, gaaf, leuk Willemien. Een mijmerdagkaart, dat is een kaart die je in de ochtend trekt voor jezelf. En die laat je gewoon lekker de hele dag, laat je die boodschap op je inwerken. En je kan ook een wandeling in de natuur gaan maken, want er wordt ook wel eens een boodschap gegeven van ga de natuur in en hè, kijk welke spiegels je ontmoet daar. En dat is gewoon, dat noem je dan een mijmerdagkaart. Die kan je bijvoorbeeld als je een altaar zou hebben, kan je hem op je altaar neerzetten. Of je legt hem gewoon ergens neer op een plekje waar hij voor jou iedere keer weer even terugkomt. En dat is dus een kaart ja, die je dan ja, gewoon lekker door de dag heen met je meeneemt eigenlijk. De inzicht, het natuurinzicht die je met je meeneemt. En dat is ook nog een andere manier. En dat is een droomkaart trekken. En dat doe je dan voor het slapen gaan. Dus je trekt een kaart ongezien. Dus je gaat niet kijken ernaar. Dus je laat gewoon dit, want dit is de achterkant. Hè? Dat had iedereen al gezien waarschijnlijk. Dan laat je gewoon een kaart. Dan pak je er een. Je pakt hem. Je kijkt er niet naar. Ik kijk er ook niet naar. En die leg je dan bijvoorbeeld onder je kussen of op je nachtkastje of wat dan ook. Voor een ander. Oh, dat is een leuke Desiree. Die ga ik zo, kom ik zo op. En dan ga je dan kijken de volgende ochtend wat het inzicht was en hoe jouw dromen daar bijvoorbeeld mee verweven waren. Dat is ook heel fijn om dat te doen. Dan heb je nog een kaart voor een ander. Mijn idee is, en dat zet ik ook in de uitleg, laat een ander zelf altijd de kaart trekken. Want het is belangrijk dat zijn haar energie daarin zit of zijn haar boodschap daarin zit. Wat ik wel heel zelf ook ga doen, ik ga deze kaarten bijvoorbeeld met mijn coaching wandelingen. Hè. Ik ben natuurcoach, tenminste dat doe ik er ook bij. Ik ben van alles, maar dat is een van de dingen die ik ook heel graag doe. Coachen mensen naar het bos toe en dan laat de natuur je spiegel zijn. Dus daar ga ik ze voor meenemen, absoluut. En op het moment zeg maar dat we dus een situatie hebben dat we iets meer verdieping nodig hebben, dan zal ik diegene dus ook een kaart laten trekken. Dus voor stel dat je zelf een coach bent of je begeleidt mensen, dan kan je dat ook heel fijn op die manier zeg maar met de kaarten werken. Nou, wat had ik nog meer te vertellen? Oh ja, over het doosje. Dus is dit nu een beetje duidelijk hoe je ze kan gebruiken? Ik bedoel, als je nooit met inzichtkaarten hebt gewerkt, dan is het misschien wat veel aan informatie. Maar ja, ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat mensen dat wel een beetje tegenwoordig bekend mee zijn. Althans, maar ja, dat is ook maar een aanname, zullen we maar zeggen. Oké. Nou, dan ga ik nog iets... Yes, clear. Oké, dankjewel, liefie. Dan ga ik jullie nog iets vertellen over het doosje. Want daar zit nog een spannend iets in. Wat jullie nog niet gezien hebben. Haha, een beetje op de foto. Als je goed gekeken hebt. Ik had een foto geplaatst op Facebook. En daar zag je hem al zitten. Maar... Oké. Stel, je bent nog niet zo heel erg bekend met de windrichtingen. En je wil graag weten waar Noord, Oost, Zuidwest is. Ja, dat kan. Nou, op het moment dat je het doosje open doet en je zet de bovenkant op het noorden, dat is die, deze, dat kan je zien aan de onderkant van de tekst, dan is het noord, oost, zuidwest. Dus op het moment dat je hem zo neerzet, bij mij zit het noorden daar, weet ik dus dat daar, noord, oost en daar zuid en daar west is. Hoe cool is dat, hè? Dus je hebt gewoon een kompas erbij. En dat zie je alleen op het moment dat je hem dus openmaakt. En dat was dus de trigger. Gaaf, hè? Handig. Ja, handig, hè, Babette? Dat vond ik ook. En de symbolen staan dus hierop, op de kaart, met wat het is. Ja, tada. Dus,
Cool hè, Nel? Ja, je had al besteld, zag ik. Leuk. Hoef je niet meer te verdwalen. Je moet wel een beetje de symbolen leren kennen, Babette. Dat is wel belangrijk. Maar dat ga ik je van het weekend wel leren. Oké. Even denken. Wat hebben we nog meer? Nou, doosje natuurlijk. Leuk om nog even te vertellen. Ook weer een boom met de vier seizoenen. Dit was de afbeelding die eigenlijk bedoeld was voor het jaarcirkelboek in de eerste instantie. Die had Marjan geschilderd. En ik vond het een prachtige afbeelding. Maar ik kon hem niet, zeg maar, gevoelsmatig hier doen. Het werd te druk of zo. Ik weet het niet. Dus toen heb ik hem wel in het jaarcirkelboek gedaan. Kijk, ik zal het even laten zien. Voor degenen die het boek hebben, weten het al. Maar dat heeft niet iedereen natuurlijk. Even kijken. Waar ben jij? Hey, waar ben je? Oh hier, ik kan wel zeggen. Kijk, hier staat hij ook in. Ja. En, oh, dat zie ik nou pas. Hier heb ik ook de seizoenen erbij beschreven als een soort kort versje. Lente brengt groei, zomer brengt bloei, herfst brengt loslaten, winter brengt afsterven. Wat krijg je als je zoveel schrijft, dan vergeet je wel eens wat. Maar goed, toen had ik dus besloten van nou niet op mijn boek. Maar ja, die afbeelding was zo mooi. En toen ben ik dus dat ik die kaarten zette en ik moest dat doosje gaan ontwikkelen. Toen dacht ik, nou, toen wist ik het eigenlijk meteen. Dus weer een boom voorop. Maar weer een net even anders. Net, en dit spreekt ook zo tot de verbeelding in mijn gevoel met kaarten. Dit past echt bij een kaart, zeg maar. Hè. Dat is, ja, het is een andere energie zit daar in kaarten. Dat heb ik ook wel gemerkt. Maar toch is dat heel gaaf. En dat is ook wel leuk. Want op een gegeven moment moet je dan gaan kijken van hoe komt dat er dan uit te zien. Als je zo'n doosje gaat ontwerpen. Dus ik ben gaan zoeken. En mijn man die moest van mij gaan vouwen. Want we moesten. Dus ik was eerst met dit bezig. Dat het doorliep naar de zijkanten toe. Maar ik vond het allemaal wat onrustig worden. Ik had het groene. Dit zijn nep. Nou, nep. Nee, dat is niet nep. Dit zijn zeg maar de proefdrukjes. Dus dat zelf uitgeprint, zelf gevouwen. Mijn man, hoor, daar ben ik helemaal geen ster in. Dus. En toen in ene. Toen had ik zoiets van. Ja, dit moet hem gewoon worden. Dus dit is zeg maar de proefdruk. Nee, wacht even. Dit. Ik heb er drie gemaakt. Dit is dit is geworden die ik dus zeg maar heb gemaakt. Dat ik dacht, nou, dit moet hem worden. En dan is dit hem dus uiteindelijk geworden. Dus eigenlijk precies hetzelfde. Alleen de tekst is iets kleiner. Maar het is eigenlijk alleen maar helemaal mooi, vind ik zelf. Helemaal perfect. Nou, op de achterkant staat dan ook nog een stukje. Een ISBN-nummer. Ze gaan op een gegeven moment ook naar het Centraal Boekhuis. Maar dat doe ik voorlopig nog even niet. Want ja, weet je, dan moet ik zoveel afdragen. Dat is voor mij niet handig. Dus voorlopig zijn ze gewoon alleen via mijn website te bestellen. Heksenkruid.info of .nl. Scroll even heen en weer en je vindt de kaart aan de zijkant. Of bij het Boeken en meer. Daar staat een kopje Boeken en meer. Daar kan je aan klikken en dan kan je hem ook bestellen. Dus je kan hem eigenlijk overal vinden. Ik zie dat er al een link wordt toegevoegd. Daar kan je hem dus bestellen. Nou, even denken. Wat hebben we nog meer? Oh ja. Ik ga naar aanleiding van deze kaart, omdat ik nu natuurlijk de elementen eigenlijk echt helemaal naar voren heb laten komen. Omdat ik het gevoel had van. Nou, laat ik het zo stellen. Ik ben natuurlijk heel erg altijd bezig met de elementen, maar altijd is het erbij, zeg maar. Het is de kruiden en de elementen. Het is de rituelen met de elementen. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi om te zeggen van. Nou, weet je, laat de elementen verdienen gewoon een eigen plek. Dit keer. Verdienen gewoon eens een keer een eigen plek. Dus ik heb gevoeld. En ik ga dus een nieuwe cursus maken. Schrijven. Dat heet dus Hoedster van de Elementen. En die cursus gaat er in twee vormen komen. Een online vorm. En dan krijg je dus per seizoen krijg je dus één element toegediend. En degene die weet hoe ik werk, die snappen wel een beetje wat ik daarmee bedoel. Je dompelt je dan helemaal in die energie van dat element. En je leert aan alle kanten dat element ervaren. Je gaat aan alle kanten dat element ervaren. En er is een live programma. En het live programma, dat is dus, ja, daar kan iedereen zeg maar aan meedoen. Want dat is gewoon. Online, hè. Dus je kan. Nee, online programma, sorry, daar ben ik niet kwalijk. Het online programma kan iedereen aan meedoen.
Dat is namelijk, je krijgt zeg maar lessen toegestuurd met bijbehorende video, meditaties en alles wat maar met dat element in dat seizoen te maken heeft. Dus we beginnen in de lente met lucht. En dan word je helemaal ondergedompeld in lucht. En dan is het natuurlijk super gaaf dat je die zet hebt en dat je die zet dus ook echt kan gebruiken daarbij. En naast de online groep ga ik ook een live groep starten. Ik mis de verbinding enorm. Dus ik heb bedacht van er moet een groep komen voor hoedsters van de elementen. En het is een groep die dan ook bij elkaar komt, 4 keer per jaar, dus elk seizoen. Tussen de seizoenen midden in een seizoen in. Dus half, wat is het, maart, april, mei. Ik geloof in april en dan in juli. Nou, in ieder geval tussen elk seizoen in. En dan gaan we ook echt ons helemaal onderdompelen in dat element. En wat daarin ook heel mooi is, je krijgt dus een zuster, een hoedstersus toegewezen. En daarmee, dat laten we het lot bepalen in ieder geval. En daarmee ga je ook tussentijd zeg maar contact hebben met elkaar. Ik heb dat zelf ervaren met meerdere opleidingen die ik heb gedaan. Dat werd dan de intervisiegroep genoemd. Maar wat ik daarin heb ervaren is dat je heel erg mooi die verdieping ingaat. En dat je dus ook onderling echt een verbinding met elkaar krijgt. Nou, voor die hoedstergroep zijn 8 plekken beschikbaar. En daar zijn nu nog 4 plekken van over. Dus dat heb ik gisteren geïntroduceerd. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur me even een mail. Want het is een verdiepingsgroep. Het gaat ook wat verder dan. Het is een gevorderde groep, laat ik het zo stellen. Dus ik vind het wel belangrijk dat je al wat onderliggende kennis hebt daarvan. Je hoeft geen expert te zijn, daar gaat het niet om. Maar wel dat je al daarmee bezig bent, of dat je al een cursus bij mij gevolgd hebt, of mijn boeken gelezen hebt, noem maar op. Nou, blijf maar raten. Het is ook 9:15, hè? Ja. Dus, de kaarten. Ik zou zeggen, ga ze lekker bestellen. Ze zijn in de webshop verkrijgbaar, in pre-order. Zodra ik ze binnen heb, ga ik ze lekker versturen aan jullie, want het is natuurlijk super leuk om er lekker mee aan de slag te gaan, zodra je ze binnen hebt. En mocht je nou zeggen van nou, ik wil de boeken er ook wel bij, dus je hebt de jaarcirkelboek en het boek Hoofd in de Wolk, Voet in de Aarde, dan kan je ook, ik heb op mijn website, dat heet een Combi Plus. En die Combi Plus, dat houdt dus in dat je de boeken alle 2 krijgt, plus de kaart, plus nog eens zo'n mooie vierkante jaarcirkelkaart. En dat is uit mijn hoofd. 62,50. Dus dan krijg je best wel wat korting. Even kijken. Wel in het westen van het land. Ja, het is de bedoeling dat het ergens hier in de buurt gaat gebeuren, Manuela. Maar ik ben nu bezig met een plek. En ik weet nog niet, zeg maar, of dat het gaat worden. Maar ik ga gewoon zoeken naar een plek tot we wat gevonden hebben. Mail me gewoon even als je er interesse in hebt. Dan kan ik je wat meer uitleg geven erover. Nou, lieve dames. Want volgens mij, oh ja, 1 heer was erbij. Zijn er nog vragen? Voordat ik het afsluit met een kaartje trekken. Zijn er nog vragen? Ik wacht even, want het duurt ongeveer 5-6 seconden voordat het doorkomt. Kijk er naar uit, kijk er naar uit. Ja, ik kijk er ook naar uit. Leuk, hè? Kijk eens even, daar is mijn etje weer. Met zijn link. Lekker ding. Oh, superleuk. Bedankt voor de uitleg. Ga ze zeker bestellen. Superleuk, Orla. Dankjewel. Fijn. Fijn. Als jullie nog vragen hebben, stel ze nu. Hè. Ik ben er nu nog. Je kan altijd mailen ook, hoor, trouwens. Duidelijk. Dankjewel. Ja, het zijn wel weer kaarten met een soort van gebruiksaanwijzing. Hè? Maar dat is wel leuk, juist. Oké, nou, dan ga ik dus, als ik even kijk, kan niet wachten. Kijk naar de kaarten. Er zit hier iets, iedere keer een dingetje. Ik wil die even weg hebben. Yes. Snel, snel, 2M. gewoon mezelf kittelen. Je hebt gelijk. Oh, wat leuk, hoor. Super, super. Bedankt voor je enthousiaste uitleg. Nou, wat lief, wat lief.
Is het een soort tarotkaart? Nee, het is geen tarotkaart. Nee, daar kan je denk ik niet echt mee vergelijken. Hey Ella, wat leuk dat je er ook bij bent. Leuk. Ga ze bestellen en ook voor een vriendin. Kijk wel even of het handig is. Oh, wat we kunnen doen, Melanie. Ik kan tegenwoordig via dat andere DHL of zo. Dat is iets goedkoper naar Frankrijk. Kan, eventueel. Ik ga ze ook bestellen. Nou, boy, jij kan ze gewoon bij me ophalen aan de deur. Dankjewel. Je ziet er stralend uit. Ik ben ook blij. Derde kindje. Oké, zullen we nog een kaartje doen? Voor ter afsluiting. Kan je er ook uitgebreide kaartleggingen mee doen? Ja, als je dat zou willen, kan dat. Er staan alleen wel op de kaarten, zeg maar, best wel veel vragen. Of het is een thema en een vraagstuk. Hey Anne. En ik weet dus niet of dat handig is om een hele uitgebreide legging mee te doen. Laat ik het zo stellen. Het is niet dat er maar één tekst op staat, snap je? Er staat eigenlijk meestal gewoon, nou, zo, oké, ik pak er nog even eentje bij. Zoals deze, de uil, waker van de nacht. Er staat bij dus, die hoort trouwens bij het element lucht, hè? Vogel, lucht. De scherpe blik van uil bezit kennis van donkere zaken. Onderzoek pijnlijke patronen die in het duister gehuld zijn. De uil zal je helpen hier wijs mee om te gaan. Dus dat is op zich een kaart die... al heel veel in werking zet. Zal ik het zo maar stellen. Oké, ik ga nu... want we zitten, het is alweer over tijd. Ik ga een kaart trekken, jongens. Oké, ik ga hem even afstemmen. Deze kaart moet gewoon... Ik vraag... aan de spirits, dat dit een kaart is die we voor ons allen een boodschap mag bevatten. Oké, spirits. Vraag aan de spirits, deze kaart voor ons allen een boodschap mag bevatten. Oh, wauw. Element aarde. Nu heb ik deze kaarten er ook gewoon tussen gedaan. En aarde is natuurlijk ook gewoon een element die een boodschap bevat. Dus, het element aarde is letterlijk de grond onder onze voeten. Aarde laat je zien dat kiemkrachtig zaad de basis is voor nieuw leven. Aarde herinnert ons eraan dat sterven ook bij de cyclus van het leven hoort. En de aarde affirmatie. Ik heb vertrouwen in het leven. Ik mag hier met heel mijn wezen zijn. Nou, dat is een mooie voor ons allemaal. Kijk eens aan. Lieve mensen, ik ga hem afsluiten bij deze. Dank jullie wel voor het kijken. Ja, is mooi. Is echt mooi. Ik maak er nog wel even een foto van en dan plaats ik hem hier in de opmerking. Kan je hem nog even nakijken? Ja? Tot de volgende keer misschien. Oh ja, mocht je nou interesse hebben in de online opleiding, dus de hoedster van de elementen, dan moet je nog even geduld hebben, want daar ben ik nog mee bezig om dat uit te werken. Ja? Ach, Anna, leuk. Ik dacht, mijn non, tot in de hoedstergroep. Oh, Cora, jij ook nog super bedankt, hè? Cora van Leeuwen, dat is mijn, zij werkt, zij helpt me altijd met de teksten. Ik maak de teksten en dan kijkt zij ze na. En zij heeft ook echt wel Wicca-achtergrond. Dus dat is echt heel fijn, vind ik. Echt super fijn. En ze doet het ook altijd op een hele mooie, respectvolle manier. Maar wel met een kritische blik. En daar ben ik heel blij mee. Dus dankjewel, Cora. Echt, je bent de kanjer. Kan niet anders zeggen. Nou, lieve mensen. Je straalt. Ja, ik straal. Ik voel me ook stralen. Ik ga ze weer lekker in een nestje doen. En dan mogen ze rusten uit de kaarten deze nacht.
avond. En geniet nog even lekker. Doeg! Doeg!